Wie provinciedomein Paling, Beek en Ieper zegt, die zegt natuurlijk Rangers. Wel, op bepaalde Ranger-dagen staan zij voor jullie klaar met allerlei leuke bosproefjes en uitdagende opdrachtjes. En het leuke is, je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. Je kan gewoon langsgaan. En dat is wat ik ga doen. Ik ga meedoen en ik ben niet ingeschreven. Voilà. Goedemiddag, welkom aan mijn standje Eetbare Natuur. Ik ben Ranger Anja. En ik weet niet of jullie iets kennen van de wilde planten. Want rangers, als ze op stap gaan, ja, dan hebben we ook honger. Af en toe een hongertje. En dan gaan we gewoon op zoek in de natuur wat we kunnen eten. Ik heb al een beetje geplukt. Ik heb mijn mandje al goed gevuld. Ik heb het al een beetje opengelegd. Tijdens de rangerdagen kom je te weten welke natuur wel of niet eetbaar is. Leer je touw maken van natuurlijke vezels of leer je hoe je knopen kan leggen. Zo trekken. Of je kan ook op zoek gaan naar dieren en dierensporen in de dierensporen memory. Of door het water van dichtbij te onderzoeken. Vuur, heel belangrijk. Al is het om ons te beschermen, al is het om ons te verwarmen en al is het om straks kampvuur koken te doen bijvoorbeeld. En wij gaan jullie in deze korte tijdspanne leren hoe je met natuurlijke materialen eigenlijk gemakkelijk vuur kunt gaan maken. Je leert ook op maar liefst 3 verschillende manieren een vuurtje maken met natuurlijke materialen. Zo, en het leuke aan de rangerdagen is dat het telkens iets anders is, want het wordt altijd aangepast naar gelang van het aanbod van de dag. En ook de rangers, die wisselen elkaar af. Je hoeft je dus op voorhand niet in te schrijven, het is volledig gratis. En meer praktische informatie vind je op ikzomerwestvlaams.be.